Welkom bij de driedaagse van Axel en wil de individuele tijdrit over 8,8 kilometer. Alexander van Ark is net gestart, rijdend met rugnummer 96 voor het district Zuid-Holland. Beelden exclusief vanuit de auto en u ziet het, het gaat hard met Alexander. Alexander rijdt een goede tijdrit, heeft het naar behoren gedaan. En deze beelden met dank aan de ploegleider Mark Heemskerk natuurlijk. Het ging buiten Axel om, maar daar was natuurlijk de wind de tegenstander van de mannen. 5 kilometer nog voor Alexander. Keurig netjes begeleid door de motorordonnances. Renners niet alleen op straat. En hier ziet u eventjes de blauwe lichten. Dat komt omdat het natuurlijk moeilijk filmen is. Aankomst dan van een andere renner. En hoe komt dat nou? Omdat de afleiding van deze renners buitenaf is gesteld. De ploegleider moet buitenom rijden met zijn auto. Daar moet natuurlijk onze cameraman er nog uit. En die komt dan te laat om Alexander zelf te zien binnenkomen. Ja, de tijd op dit moment gereden door een van de mannen met een buitenlandse naam. Keurig gedaan. Ja, en warm rijden doen die mannen natuurlijk ook. En dat doen ze op een home trainer gedurende een kwartier, 20 minuten. Eventjes dat lichaam opwarmen. Eventjes transpireren. En zo de benen goed op temperatuur zetten. Welkom terug in Axel, waar vanmiddag de etappe begint voor de derde wedstrijd. Axel. Vanmorgen, vanmiddag een tijdrit, individueel. En vanavond dus een ronde van 99 kilometer. Achter mij zitten ze. Nou ja, staan ze ook wel links en rechts. Maar dat is de combinatie Zuid-Holland, waar onze gewaardeerde collega Mark als ploegleider bij is. We proberen hem zo een heel eventjes te storen in het werk. Maar dat is dus de ploeg waar Mark bij rijdt en als ploegleiding aan de wezen heeft. Ja, Mark konden wij dus helaas niet storen tijdens het werk. En het was ook niet de combinatie Zuid-Holland, maar het district Zuid-Holland. Eventjes nog een interviewtje voor de plaatselijke speaker. Met de winnaar van de etappe, de tijdrit. En na deze woorden mochten ze dan op het podium gaan staan om de bloemen en de kussen van de ronde mis in ontvangst te nemen. En kijk eens wat een mooi plaatje dit is voor de fotografen, maar natuurlijk ook voor ons. Ook wij doen het er helemaal goed mee. We hebben net een ceremonie protocolair gehad en staan nu zo'n kleine 10 minuten voor de start. En als hongerige wolven staan ze hier achter ons. En je zal dadelijk zien als dadelijk die start losgaat, dan gaat iedereen er als een haas vandoor. Eerst nog een kilometer geneutraliseerd en dan gaat die koers beginnen. De derde etappe, Axel. Heel veel succes, lots of succes. Maak er een mooie derde etappe van. Last zes, bonchance, veel geluk. En hou heel jongens, hou tussen de lijntjes. Etappe nummer 3. Het grote peloton is onderweg. Uiteraard dan kunnen wij de heer Van Hoeken voor het geven van het startschot van deze derde etappe. Internationale juniorenvierdaagse van Axel. We zijn er aan begonnen. En dat betekent dat de karavaan ook in beweging gaat komen. Passen natuurlijk de snelheid een beetje aan in de verbouwde kom van onder andere Axel.
tweeën, Dennis Koen, dat betekent ook zoveel proeftijdersauto's. Natuurlijk de jurywagens, de neutrale materiaalwagens van Shimano. Natuurlijk de rondearts, we hebben de wegenwagen, we hebben de ambulance. Met andere woorden, de lange karavaan zet zich in beweging met etappe nummer 3. De derde etappe dus hier in Axel. Axel staat in het draaiboek. De derde etappe over 99,2 kilometer. Zijn de heren onderweg op weg naar de eerste kasseien van deze derde etappe. Op weg naar de puntjes, naar de bonieseconden. Alles gaat hier voorbij. Met zometeen ook natuurlijk de mensen van de plaatselijke EHBO, de EHBO van Voor. Helemaal kampioen van Nederland. En dan zijn we inmiddels verplaatst naar de hel van Axel, want ook hier hebben we een kasseistrook kunnen vinden. Een kasseistrook die er redelijk goed bij lag, ook al omdat het droog weer was. Maar toch werd er nog voor enkele auto's voor een karter bak met olie gevreesd. U zult dat dadelijk zien, dat er heel veel mannen gevraagd worden om met de auto rechts of links van de weg te rijden en niet helemaal in het midden. De peloton, ik zeg het maar vast eventjes op voorhand, daar nog compleet bij elkaar. En wie reed er op front? Ja, dat is een renner in de grijze trui van het kasseienklassement en die was afkomstig van het district Zuid-Holland, de ploeg van Mark Heemskerk. Hij zou de sprint ook winnen. Dus nestelde zich keurig netjes vooraan. Je ziet het, langgerekt lint. Een groot peloton die hier aan ons voorbij komt. Ik volg wagentjes netjes aan de rechterkant. Achterblijvertje die voorbij komt, nog een achterblijver. Ja, dan gaan we eens even weer terugkijken, want dan komen er natuurlijk nog wel meer. Mannen op achterstand, die door een lekke band al vroeg uit de wedstrijd zijn, komen dan toch nog hier voorbij. En u ziet het allemaal keurig netjes, die volgwagentjes rechts. Niet in het midden, want dan rij je je kaartenbak naar de haai vinden, zoals het wel eens gezegd werd. En dit manneke die reed eigenlijk constant al voor de jurywagen uit achterin. Ja, had pech. De eerste 5 meter. Komt er nog eentje, bij een valpartij betrokken. Ook hij zou de wedstrijd reglementair nog uitrijden. Maar goed, op achterstand ben je dan al en dan kom je er ook niet meer echt bij. In de achtervolging. We gaan de bel luiden voor de laatste ronde. Eén ronde nog te doen. Ho, één ronde nog. Het geel van Lendering. Lendering in de aanval. Eén ronde nog. One left to go. Eén ronde nog te doen hier voor het peloton. 18 wedstrijdkilometers nog te rijden. One left to go. Encore aan tour. Eén ronde nog. De beide leiders. 20 seconden Willems, 20 seconden Jozef. Jozef pakt het kopwerk met Willems in zijn wiel op weg naar de aankomstlijn. Op weg naar het dundoek van de Rabobank. Op weg naar de borden van het Delta Zeeland Fonds. Oh, we komen weer korter op 13 seconden. Wat gebeurt hier in de finale? Komen we toch weer korter. Houden ze vol, de beide leiders, of worden ze toch nog gegrepen in het zicht van de haven. Op weg naar de meet. Willems en Jozef en het peloton. Het is de man die wat leuk. De mannen die moesten lossen in de wedstrijd. De mannen hier met achterstand, maar nog wel in de hoop morgen weer te mogen gaan strijden in de Vlaamse Ardennen. Met die mooie befaamde heuvels als de Leeberg, als de Pannenstraat. De
man van het Aangekrabbe cycling team krijgt daar de zoen op links, rechts en links. Zijn derde plaats, meer zat er niet in voor de man van Avia. Dan gaan we naar de tweede plaats, Thomas Jozef. De man van het achterbeelding, de Schacht cycling team, met plaats 2. Eén man gaan we daar nog bij krijgen op het podium. De rapste dus in de finale van deze derde etappe. Dat is niemand minder dan Timo Willems. Hey! En ook voor Timo zijn er de bloemen, zijn er de zoenen. Met de podiumplaats hier van deze derde etappe, dus het geweldig applaus voor de nummers 3, 2 en 1. Enzo Wouters, Thomas Jozef en Timo Willems. Timo, winnen in een sprint, een pas de deux, dat is toch wel het mooiste wat je kunt krijgen? Ja, ik was vorig jaar een keer de jongere trui gewonnen, dus ik was wel met ambitie naar hier gekomen. En dan ja, dat ik toch heb kunnen winnen, ik ben er wel content mee. Ja, maar ja. Was het zwaar? Ja, het was heel zwaar. In de laatste ronde waren we eerst toch met een grote groep weg, van een man of 15. Dan waren we teruggepakt en dan ging Thomas direct. En dan heb ik even getwijfeld en dan ben ik toch maar de ene gereden. En dan met 2 tegen de win 10. Het was moeilijk om boven de 40 te blijven. En dan op die kassaar maakte het nog extra zwaar, maar ja, uiteindelijk hebben we hem toch volgehouden. Hey, een goede rit morgen nog in de Vlaamse Ardennen. Wat verwacht je daarvan? Ja, ik was vorig jaar naar tweede in de laatste rit, dus ik hoop dat ik deze jaar toch, toch mee kan tonen. Een rij voor dat ik waard ben. Goed recupereren, goed slapen, morgen gezond aan de start. Ja, ik sta ook wel in conditie aan de start dankzij mijn trainer Sam Piers. Perfect toch? Ja. Hey, succes man. Dus Peter Lendering. Hier hebben we hem dan, hè, Fabio. En hij is binnen. Ja. Ja, ik ga er wel vanuit, maar ik weet niet zeker. Volgens mij sta ik gelijk nu. En dan telt de laatste uitslag toch? Volgens mij wel, en die won ik dus. Betekent morgen dan is hij binnen. Ja, nou morgen nog. En dan morgen nog 2 en dan hoop ik dat ik hem heb. En dan morgen. Op naar de Ardennen. Ja, dat is niet helemaal mijn ding, maar aanklampen en dan lukt het wel. Hoe ging het vandaag dan? Want ik moet eerlijk zeggen dat ik af en toe compleet gestoord werd van al het gehossenbos. En het ging in een waaier en dan was het weer aan één. Ja, onrustig. Heel veel chaos. Ook valpartijen. En iedereen wil strijden voor die plekjes. De eerste 20, zeg maar, dat je uit de wind zit. En daar vallen er een aantal slachtoffers. Gaan we ook even naar de markt toe, want Mark, de ploegleider en collega van mij, Mark, ben je tevreden? Ja, zeker. We mogen tevreden zijn. Goed gereden vandaag. Tijdrit gelukkig droog kunnen rijden. En dan nu Fabio, de leider in de kasseiklassement. Strijdlust, al goed gereden, dus we mogen niet ontevreden zijn vandaag. Ik zag er ook nog eentje net voor de bezemwagen binnenkomen. Mag die nou morgen gewoon nog starten? Dat is afwachten. Inderdaad, hij moest er helaas af, eerstejaars sterke renner. We moeten afwachten hoe het met de tijdlimiet zit. Volgens mij mag hij 10% verliezen of zo. Dat weet ik even niet aan mijn hoofd. Maar we moeten afwachten wat qua tijd gaat worden. Helaas, Alexander wel uit koers. Dan gaan we kijken. Maar goed, 4 sterke renners nog in koers. Dus waarschijnlijk ook Jari nog voorbij. Dus 5 renners. Dus we moeten afwachten. 21. Morgen nog één dag. Ja, morgen nog één dag. We gaan knallen morgen. We hebben er zin in. Succes, man. Dankjewel.